De maand juni staat in het teken van mentaal welzijn en vooral voor mannen. Waarom vind je het belangrijk dat we daar aandacht aan besteden? Nou, ik vind het eigenlijk heel belangrijk omdat ik uh, helaas uh, zelf ervaringsdeskundige ben. En um, ik heb het idee dat er nog heel erg een taboe uh, rust op uh, nou ja, geestelijke gezondheid, uh, psychische gezondheid, hoe je het ook maar wil uh, zeggen. Uh, en ik vind het belangrijk dat ik mijn verhaal vertel. Zodat mensen ook kunnen herkennen wat er, wat er gebeurt in iemands hoofd. He, want je kan er wel over vertellen, maar als je niet echt uitlegt wat er nou precies gebeurt, hebben mensen geen idee volgens mij. Kan je uitleggen hoe het, uh, hoe het komt dat je in zo'n situatie terechtkomt? Ja, het is bij mij eigenlijk al uh, vanuit mijn jeugd. Uh, ik, ben nooit echt, uh, ik ben eigenlijk altijd heel introvert geweest. Uh, ook heel verlegen. En ik had een aantal dingen die niet heel erg mee zaten in mijn jeugd. Ik had een brilletje, ik had flapwoorden, steunzolen, beugeltje. Nou, zeg maar ongeveer alles wat je niet wil in je jeugd, dat had ik zo ongeveer. En daar werd ik natuurlijk ook gewoon mee gepest. Nou ja, dat doet natuurlijk al iets met je zelfbeeld. Uh, ja, ook met je gevoel van veiligheid, kan ik me voorstellen? Ook met je gevoel van veiligheid, ja, natuurlijk. En hoe is dat later in je leven teruggekomen? Nou, ik heb eigenlijk pas totdat ik op de kunstacademie kwam, dat ik dacht van oké, okay, nu kom ik eruit. Weet je, nu kan ik mezelf gaan uiten. Nu kan ik me creatief ook gaan uiten. Nu kan ik mijn ei kwijt, zeg maar. Ik ben me eigenlijk pas op de kunstacademie gaan ontplooien. Nou, dan praten we, dan ben ik al 22. Weet je wel, ik daarop zit. Dus daarvoor is er al het nodige misgegaan. Het probleem van de kunstacademie is alleen dat dat is een... Uh, Omgeving met heel veel prestatiedruk. En er wordt een, uh, een eis aan je gesteld van creativiteit. Je moet uh, creatief presteren. Als je niet presteert, word je gewoon van de kunstacademie afgetrapt, zeg maar. En ik merkte dat ik daar faalangst ging ontwikkelen. Ja, want je komt eigenlijk een beetje. Hè, ik kan me voorstellen dat het heel fijn is dat je totaal geaccepteerd wordt. Dan moet je eigenlijk een beetje ontspannen in ademhalen. En dan komt meteen de volgende eis: en dat is presteren maken. Ja, ja, en creatief presteren. Als het gewoon zeg maar, doosjes verschuiven zou van A naar B. Weet je, dat kan je, lichamelijk kan je dat wel volhouden. Maar als je ook nog geestelijk moet presteren en je krijgt last van faalangst, dan heb je gewoon echt een groot probleem. Ik heb er uiteindelijk wel uh, uh, mee om leren gaan. Uh, ik heb dat leren omdenken, mede dankzij een aantal heel goede docenten. Zo ben ik ook mijn eindexamen doorgerold. Zo van: Nou, ik ga dit doen, dit hang ik op. And that's it. Take it or leave it. En toen ben ik eigenlijk heel snel al als beroepsfotograaf gaan werken. Maar dan kom je natuurlijk ook weer in dat continue presteren. Je moet natuurlijk de hele tijd het beste leveren. En ik ben een perfectionist van mezelf. Nou, dan voel je natuurlijk al aan dat daar... Maar dat kan natuurlijk ook wel, want perfectionisme en faalangst is aan elkaar gekoppeld. Ja, absoluut. En eh, Perfectionisme is goed als fotograaf. Je wil natuurlijk het allerbeste, maar dat kan doorslaan. En bij mij is dat echt wel doorgeslagen op een gegeven moment. Dat je naar je eigen werk kijkt en er eigenlijk niet meer tevreden over kan zijn. Dat alles wat je doet eigenlijk net, net de lat niet haalt. Uh, nou dat is de hele tijd toch wel redelijk goed gegaan. Ik heb daar uh, toch wel bijna twintig jaar gewerkt als fotograaf. Maar op een gegeven moment is, ja, dan is de benzine gewoon op. Wanneer is het fout gegaan? Het is fout gegaan zo rond mijn veertigste. Uh, toen, toen was het al wat moeilijker met mijn, uh, met mijn freelance fotografie, uh, digitale fotografie kwam op. Weet je, ik kon niet helemaal lekker schakelen, dus er zaten al wat problemen. En... Um, toen kreeg ik staart aan beide ogen. Dat is niet handig voor een fotograaf. Nee, dat vind ik niet heel erg lekker. En ik had op dat moment ook een studio die gewoon bakken met geld kostte elke maand. Dus je ziet al meteen een probleem. Uh, kan niet werken, wel uit, uh, wel veel kosten. Nou ja, dan raak je natuurlijk gewoon in de problemen. Van die problemen raak je depressief. En toen ik al depressief was, toen ging mijn relatie ook nog uit. En ja, ja toen. Dat is wel, er wel veel voor een mens. Ja, bij mij was dat echt een breekpunt. En er is toen ook echt wel iets geknapt in mijn hoofd. Hoe uh, voelt dat? Nou, ik ben gewoon niet meer de mens die ik daarvoor was. Nou, maar ik... hoeveel... kan je een knap moment herinneren? Ja, uh... nou ja die relatie was, uh, was uit en er gebeurde iets wat ik. Niet heel, niet heel veel over uitvoerwaarden, maar, uh, zeg maar ik werd in mijn kern geraakt. Zeg maar, mijn kernwaarden werden geraakt en ik had echt zoiets: Nou, kijk, okay, dit trick niet meer voor de meter. Uh, ik ben toen in mijn auto gestopt uh, met een mes. Nou ja, klinkt vrij heftig en dat was het ook wel. Ik had ook gewoon al wel een afscheidsbrief gemaakt en zo. Was het mes voor jezelf of voor anderen? Nee, voor mezelf. Maar wat ik er precies mee wilde doen, wist ik eigenlijk niet. En ik ben gewoon in die auto en ik ben gewoon dom gaan rijden. Uh, richting België. For whatever reason. En eigenlijk de enige reden dat ik hier nog met jou sta te praten is omdat mijn vader me belde in de auto. En uh, zei: Van nou, uh, doe het niet en kom gewoon gezellig even bij mij langs. Gaan we erover praten. En die heeft me eruit weten te praten. Uh, daarna ben ik wel gewoon even gezellig uh, gedwongen opgenomen, want ik was natuurlijk zo suicidaal als de pest. Maar uh, uh, ja, dat is allemaal nogal wat, hè? Ja, het was heel heftig. Uh, ook omdat je... Je, je ziet geen uh, positieve dingen meer. Geen uitweg? Geen uitweg. Uh, hey, je hebt het financieel moeilijk. Uh, je relatie is uit. Uh, je hebt uh, lichamelijke problemen. Alles is zwart. Ja, maar dat is het natuurlijk ook. Een, eh, alles is ook... Oh, op veel essentiële punten voor een mens belangrijk, is het ook zwart. Ja, ja maar, maar je ziet ook gewoon geen enkel lichtpuntje meer. Zeg maar, een normaal mens, tenminste, dat neem ik aan, een normaal mens kan nog schakelen, kan nog relativeren. Op het moment dat je in zo'n zware depressie komt, kan je niet meer relativeren. Dat is onmogelijk. Alles wat je ziet is zwart. Er bestaat geen grijs, er bestaat geen wit. Het is alleen nog maar zwart. Omdat je. De weg kwijt ben, gebeuren er een aantal dingen die eigenlijk heel voorspelbaar zijn. Ik durfde mijn post niet meer open te maken, want ik moest rekeningen betalen die ik eigenlijk niet kon betalen. Dus mijn post werd niet meer opengemaakt. Uh, berichten van de Belastingdienst werd niet meer op gereageerd. Die ging eigenlijk onderduiken. Ja, zeg maar, de deur ging dicht en die ging niet meer open. En dat uh, hoorde ik dat dat bij heel veel mensen met depressie aan de gang is. Weet je, de deur gaat dicht en hij gaat niet meer open voor niemand. En hoe is het nu? Uh, ja, het is nog steeds niet 100 procent. Ik zou willen zeggen dat het nu niet eens 75% is in mijn optiek. Uh, ik kan weer functioneren, uh, maar beperkt. Uh, mijn camera werkt bij IJmond Nieuws. Dat, dat video uh, dat kan ik prima. Nou, Daar ben je ook heel erg goed in. Ja, maar dat komt omdat ik dan eigenlijk op automatische piloot draai. Hè. Ik, ik sta weer terug uh, uh, op mijn fotografie. Uh, Stond, zeg maar. Hey, ik ben natuurlijk vroeger beroepsfotograaf geweest. En dan, uh, ja, dan is dat eigenlijk een soort tweede natuur. Daar hoef ik niet over na te denken. Als ik achter mijn camera sta, heb ik bovendien een mooie barrière tussen mij en de persoon die ervoor staat. Dus dat is lekker veilig. Maar op het moment dat ik niet in die veilige omgeving zit en er gebeurt iets, ja, dan gaat het meteen weer mis. Heel simpel voorbeeldje. Ik krijg, vorige week krijg ik een brief van de gemeente dat ik langs moet komen voor een gesprek. Nou, dan zit ik meteen weer op stress level 120. En, uh, ja, dan gaan er ook weer van allerlei dingen mis in mijn hoofd. Ik krijg meteen weer doemgedachten. Uh, zit weer in zo'n cirkel uh, redenatie, uh, ik krijg last van mijn maag. Er uh, ja, treedt hoofd, gewoon stress hoofd, op. Ja, gewoon hoofdpijn. En dan weet je, het is gewoon ja. meteen weer helemaal mis. En ja, dat soort dingen gebeuren me toch regelmatig. Ik heb ook wel dat ik zeg maar, op reportage ben... dat ineens eigenlijk zeg maar, het angstzweet me uitbreekt. Maar dan ook letterlijk. Het nou, zijn paniekaanvallen. Ja, dat ik gewoon in één keer gewoon zeiknat ben. Ja. Over mijn hele lichaam. Van, dus... het, van mijn tenen tot aan mijn kruintje. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, je, dat het realistisch is... om aan te nemen dat je nooit meer de oude wordt. Dat je de rest van je leven... Met de schade die je hebt opgelopen zult moeten leren omgaan? Ik denk dat dat de harde realiteit is, ja. Ik kan er nu mee leven. Ik kan het tackelen, ik kan er elke dag mee doorkomen. Uh, er moeten geen gekke dingen gebeuren. Ik kan, dan dan trek ik het gewoon niet. Grote mensenmassa's trek ik niet meer. Ik raak, he, ik raak heel snel overprikkeld. Uh, dat is echt wel iets wat ik eraan over heb gehouden. Ik kan ook van de of... Geringste dingetjes kan ik gewoon uh, in huilen uitbarsten. Gewoon in een heel stomme film of een stukje muziek of whatever. Ja, misschien is dat een rare vraag, maar is dat erg? Nee, het is niet heel erg. Maar je bent wel dus een soort hypergevoelig op de een of andere manier. Uh, met die hypergevoeligheid komen ook negatieve associaties. Ik heb bijvoorbeeld met mijn fotografie. Uh, ik heb het toevallig een, een tijdje geleden gehad, ik werd door een oud model van mij benaderd. van, Kan je een serie van mij maken? Want ik ben zwanger. Nee, ik heb helemaal niks met zwangere vrouwen, maar ik denk als ik daar gewoon een, een mooie serie van kan maken en een beetje modieus, dan wil ik dat wel doen. Gedaan, hartstikke leuke dag gehad in de studio, echt mooie foto's gemaakt en vervolgens moet ik ze gaan bewerken. En dan gaat het dus niet. En wat gaat er dan mis? Wa waarom gaat dat niet? Geen idee, ik blokkeer. Ik zit naar die foto, ik zit er gewoon een uur naar te kijken en er gebeurt niks. Er gebeurt gewoon echt helemaal niks. Op de een of andere manier zit daar dus een blokkade uh, ja, die ik niet weg kan nemen op het ogenblik. En dat is heel jammer, want mijn fotografie was echt wel mijn lust en mijn leven vroeger. Maar nou, die was ook wel ontstellend mooi. Nou ja, dankjewel. Maar, weet je, dus er zijn wel een aantal dingen uh, waar ik in mijn dagelijks leven tegenaan loop, die mij verhinderen om weer uh, volledig te leven. En ja, de ene dag kan ik dat beter tackelen dan de andere dag. zo simpel is het. Ik leef eigenlijk alleen nog maar van dag tot dag. Ik heb geen lange termijnvisie meer. Dat klinkt heel verdrietig, maar dat, dat is gewoon de harde realiteit. Misschien is het wel uh, een opluchting. Nou, ik merk dat op het moment dat ik uh, lange termijn plannen ga maken, dat ik druk op mezelf heb. En dat moet ik gewoon niet doen. Dus gewoon, de, en, en pluk de dag. Doe ermee wat je, wat je, wat je kan doen. En uh, zo kom ik door, uh, door de dag heen en door het leven heen op het ogenblik.